Dus we gaan even demoen. We gaan het eventjes laten zien. Ja? En dan denk ik dat wij een proefpersoon willen. Ja. Ja? Oké. Eerst eventjes heel praktisch. Dit is de bril. Kiki heeft op het moment even de tablet waar ze nog wat... Die gaan we zo meteen hier zien. Dus we gaan alles kunnen zien wat zij op de tablet ziet. Dit is wat je in het begin nodig hebt om hem op te starten. Even heel simpel. Dit is de bril. Hierbovenop heb je het knopje om hem aan te doen. Ongeveer 3 seconden ingedrukt. Gaat er een blauw lampje branden, dan staat hij aan. Ja? Dan gaat dit er een beetje gek uitzien, want ik moet nu door die bril gaan kijken. Wat je gaat zien als je door die bril kijkt, is dat er een... hij wil weten of er een veilige omgeving omheen is, voordat hij echt gaat werken, zeg maar. Dus dan zet je cameraatjes aan de buitenkant. En hij wil dus een soort van cirkel om me heen hebben van die weet, oké, dat is veilig, daar mag je in gaan bewegen, zeg maar. Dus als ik dat zeg, dat is hier, en ik ga hier zitten, dan zegt hij, hé, je bent er buiten. En dan gaan die camera's aan vanwege veiligheidsreden. Ja? Aangezien jij daar zit, moet ik even op jouw plek zitten. Ja? Dus wat ik dan altijd vraag te doen aan patiënten, je hebt ze dus die bril gegeven, ze zitten in de Corpus VR omgeving, je hebt de app opgestart. Dan vraag ik aan jou, je ziet start ervaring en dan zie je dat blauwe logootje staan. Toch? Kan je daar eens op richten? En dan selecteer ik, zeg maar. Wat zie je nu? Zwart, boven. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus hij zit nu in een soort... Ja, en hij zit nu in een soort van wachtkamerruimte, zoals we het noemen. Als jij een beetje om je heen gaat kijken, dan zie je een soort sterrenhemel. En als het goed is, is er één felle ster die je kan aantikken. Ja. Oké. Nou, hij is bezig. Ja? En dan kunnen wij ons bezighouden met deze patiënt. Die willen we gaan invoeren. Nou, wat je kan doen. Hier kan je gegevens invoeren. Het enige wat je moet invullen, want je wil natuurlijk als patiënt bezig bent, snel aan de slag. Voornaam, achternaam, geboortedatum. Ja? Als je later dan bijvoorbeeld een persoonlijk thuistrainprogramma wil invoeren, kan je ook een e-mailadres invoeren. Maar, lekker bezig? Ja, leuk. Dus dat voer je in. Dat voer je in, dan doe je op toevoegen. Nu haal ik hem even weg, want als het goed is, zijn er al wat cliënten. Nou, Jack Black pakken we er even bij. Dit is dus de patiënt die al is ingevoerd. En dan zeg je rechtsonder zeg je startsessie. Dus dan pak je het dossier van deze patiënt erbij. En dan start je hem op. Dit is het dashboard dat je dan ziet. Ja? Linksonder zien wij nu niks, omdat hij in die wachtkamer zit. Maar zodra wij een wereld gaan opstarten... Ja, dan ziet hij... als we de eerste wereld starten, dan zien we wat hij ziet, zien wij linksonder. Op de tablet ook. Ja? Ja, daarboven zie je dus inderdaad de range of motion in alle richtingen. En je ziet dit puntje ook gaan, dat is dus waar die zit te bewegen. Ja? Waar die zit? Wat zei je waar die zit? Nou, gewoon waar die gewoon beweegt, zeg maar. Dus vanaf het middelpunt, zeg maar. Ja? Nou, waar we altijd mee beginnen, je ziet hier rechtsonder, zie je alle verschillende werelden die er zijn. Ja? Je begint altijd met de ROM-wereld, de Range of Motion-wereld. Dus die tik je dan aan. Je zegt in dit geval zit hij, dus je kan staan of zitten zeggen. En dan druk je op de play-knop die daarboven staat. En dan ziet hij nu een laadscherm. Dus nu zien we wat hij ziet. Niks. Blauw, als het goed is. Ja. Nou, dan heb je... dan zie je verschillende... ROM-metingen die je kan doen. In dit geval doen we alleen de nek, want we hebben geen extra sensoren. Dus je doet start cervicale ROM. Krijgt hij weer een laadschermpje. Kijk recht vooruit. Zij gaat nu een soort van kalibreren. Ja. Oké, nu zie je een soort van schietschijf. En nu kan je hierin kan je gaan meten wat zijn beweging is. Dus ik wil jou nu vragen flexie en extensie te maken. En omhoog. Je ziet het op dit scherm een beetje haperen omdat er een verbinding is, zeg maar. Op je tablet zie je dat niet. Ja. En weer terug. Mag je rotatie maken.
En de andere kant. Dan zie je dat hij zich best wel netjes houdt aan die lijnen die hij ziet. Die kan je weghalen. Dus als ik hier ietsje naar onder ga, hulplijnen weg. Dan is hij minder geneigd om die lijnen te volgen en misschien meer vrij te gaan bewegen, zeg maar. Kiki, dat hulplijnen labels. Dat zijn de graden. Dus die zien wij nog wel, hij niet meer. Dus ik heb hem nu uitgezet. Jij ziet nu niet hoeveel graden je hebt. En wij zien nog wel... Ja? Dus dat. Oké. Okay. Wat ik altijd extra vraag, je kan nog later reflectie doen trouwens. Die meet hij ook op. Ik zet eventjes voor nu eventjes de lijnen, zet ik weer aan. Oké. Okay. Wat ik nu als laatste altijd erbij vraag, omdat ik dat zelf interessante info vind, is de circumductie. Dan vraag ik altijd de patiënt, je kan ervoor kiezen ogen open of ogen dicht. Ik wil dat ze het vanuit gevoel doen, dus ik vraag ze altijd de ogen te sluiten en dan een volledige circumductie te maken. Dus nou, hij als fysio zijn, die weet wat dat inhoudt, anders moet je het even uitleggen. Soms help ik ze een heel klein beetje, pak ze gewoon even zo vast, zeg we gaan daarheen en dan zo en dan maken ze zelf. Ja, ja. Je mag met de stoel een paar centimeter even naar voren. Klein stukje nog, denk ik. Ja, zit je goed. Ja, gaat net goed. Ja, niet gemanipuleerd worden. En vraag vaak beide kanten op. Dus misschien kun je nog de andere kant op. Of had je dat al gedaan? Precies. Nou, je ziet bij... Heb je last van je nek? Soms. Dat zie je nu niet terug. Hè? Dus dit is goed. Wat je doet. De horen vinden we niet belangrijk. Kijk, nu heeft hij een score van 22,8. Dus dat is eigenlijk gewoon een waarde die overeenkomt met het oppervlak dat hij aflegt. Dan zie je vaak mee. Oké, okay, nou dan zit je behoorlijk goed. Bij mensen met chronische pijn zal je echt wel gaan merken dat dit echt alle kanten op gaat, zeg maar. Oké, okay, dus we hebben nu zijn basisgegevens. Het systeem weet nu hoeveel graden hij kan bewegen in alle richtingen. En dit gaat hij nu gebruiken voor de spellen die wij gaan doen. In zijn geval, nou, zijn range of motion die is eigenlijk best wel goed. Dus daar hoeven we niet direct op te interveneren, vind ik. Maar stel dat we al in de anamnese hebben vastgesteld dat we denken dat er een motor control impairment is, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je bijvoorbeeld... even kijken. Kijkdoolhof is dat. Dat is dat doolhof dat ik eerder al had laten zien. Dan kunnen we een beetje gaan testen en kijken hoe hij beweegt als hij... als we meer de motor control aanspreken. Omdat we vinden waarschijnlijk dat hij een motor control impairment heeft. En dat willen we gaan behandelen. Dus ik tik hem gewoon aan. Hier is kijkdoolhof. Daar zo. Die tik ik aan. Als ik nou zoiets heb van, nou die vliegende draak, die vind ik niet nodig. Kan je hem verwijderen. Haal je hem gewoon uit het lijstje. Kijkdoolhof. Dus druk op play. Hij krijgt een laadscherm. En dan krijg je altijd even tussendoor te zien wat hij... heeft gescoord. En dan zie je dus ook de basismeting altijd aan het begin. En dan zie je een donkerblauw en een lichtblauw lijntje. En dat lichte blauwe lijntje is wat hij extra heeft gescoord. Dus nu is het nog gelijk omdat we nog niks hebben gedaan. Dat ziet hij wel. Ja, ziet hij wel. Ja. Oké. Okay. Geluid is vrij hard. Goed. Dus jij zit nu in een doolhof. Je ziet dat je 3 levens hebt. Toch? Jij gaat, je zag dat rode lijntje gaan, die vertelt jou waar je heen moet. Dat kan je volgens mij uitzetten. Dat kan je uitzetten. Een soort magneetje zie ik. Ja, maar je ziet ook die rode stippels gaan, toch? Dat is de richting die je op moet, maar dat kan je dus optioneel uitzetten. Jij moet dat nu gaan volgen, ja? Maar je mag de muren niet raken. En je zei net, hij past aan op de meting. Ja. Dan kleine. Ja. 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 Kijk, en wat je hier bijvoorbeeld ook kan doen, is waar je wil dat het begin en eindpunt is. Dus als je bijvoorbeeld merkt dat hij rechtsboven de motor control minder goed is, bijvoorbeeld, dan wil je bijvoorbeeld dat hij linksonder begint en dat hij naar rechtsboven gaat. Noem maar wat. Kan je gewoon inspelen. Kun je nog even de doel aanwijzen of het ideale pad uitzetten? Ja, dat kan. Moet ik even zoeken. Ietsje omhoog. Ideaal pad zichtbaar. Uit.
Dus dat is direct. Ja. Dan ziet hij het gelijk niet meer. Nee, dan moet hij echt gaan zoeken. Oké. Okay. Ja, ja, goeie. Wij zien die witte lijn, hè, hier. Dat laat zien hoe ver zijn range of motion tot zover is gegaan. Dus als hij daar voorbij beweegt, dan weten wij, hé, hey, hij gaat verder dan die eerste rondmeting, zeg maar. Ja? De cliënt ziet dat niet. Ja. Belangrijk detail. Ja. Stel dat je toch wil dat er range of motion, dat, er daar, dat je dat belangrijk vindt. Weetjes naar een andere. Ik heb nu dus gewoon een nieuwe wereld geselecteerd en op start gedrukt. Dan krijgt hij weer een laadscherm. En dan krijgt hij nu weer te zien wat hij tot zover gescoord heeft. Nou, in dit geval hebben we nog niet heel erg buiten zijn gebied gewerkt. Ook omdat bij hem feitelijk niet nodig is. Altijd even positieve bekrachtiging. Goed bezig, goed gedaan, ga zo door. Oké, wat we nu zien. Er komt een auto uit die garage, die mag jij gaan volgen. En wat je eigenlijk moet doen, je ziet dat die auto eerst donker is en daarna blauw. Hij is vies en jij moet hem schoonmaken, dat is zeg maar het idee. Ja? Dit is dus echt een rotatieoefening. Ik moet heel verwachten, er komt als goed is zo meteen een nieuwe uit. Ja, ja, als ik ver genoeg volg, krijg ik een sterretje. Ja, precies. Dat is zeg maar... ja. Nou, in zijn geval gaat hij al behoorlijk ver. Ik zal even kijken. Kijk, nu zie je hier staan rond 0. Dus hij pakt zeg maar zijn maximale range of motion plus minus niks. Plus minus 0. Ja? Als we nou willen dat hij verder gaat bewegen, omdat we vinden dat die rotatie stijf is, zet je hem bijvoorbeeld op plus 3. Nu zal hij hem 3 graden verder gaan pushen. Direct ook, zeg maar. Ja? Dan kan je nog kiezen... Gaat die ster ook vasthouden. Die ster moet je vasthouden. En die duur kan je ook weer instellen. Dus je ziet hier onderaan staan... eindrotatie vasthoudtijd. Staat nu op 3 seconden. Je kan dus zeggen dat hij tot 10 seconden lang... hem daar moet vasthouden. Ja? En dan kan je nog de snelheid van de auto aanpassen. Traag, langzaam, normaal, vlug. En je kan nog zeggen of die willekeurig... of links of rechts alleen maar gaat. Oké? Okay? Ja? Goed. En kijk, afhankelijk dus van je patiënt... kan je dus allemaal verschillende werelden gaan doornemen. Dus ik zou ook vooral willen zeggen zometeen... ga dat gewoon ontdekken. Ga verschillende werelden opstarten. Ga gewoon kijken en ervaren wat je daarvan vindt. Ja?